Goeiedag dames en heren en welkom weer. Nou, voor degene die mij ook volgt op Facebook en Instagram, die zag dat het van de week min 12 was. Het was hier een prachtige ochtend en het was min 12. En nu hebben we regen en het is plus 12. Een verschil van 24 graden. En dat is blijkbaar Nova Scotia. Daar kun je dus dit weer verwachten. Wat gaan we dan vandaag doen? Je begrijpt, in de sneeuw, in de regen, daar kun je niet zoveel buiten. En ja. Dus wij gaan wat met de zwartbonten doen en de Bambi's. De Bambi's zijn de jerseys. Wij gaan doen draagcontrole. En draagcontrole, dat heb je in Nederland ook wel eens gezien. Hoe ik dat deed, of hoe ik dat deed, hoe ik dat liet doen, daar werden de koeien gescand. Nou ga ik het hier anders doen. Ik ga het hier doen met zwangerschapstesten. En deze staan er wel op voor koeien. Maar in feite zijn ze niet heel veel anders als zwangerschapstesten voor vrouwen. Het idee kwam een artikel tegen van, ik geloof, een boer op de Filipijnen of Indonesië of zoiets dergelijks. En die deed dat gewoon met zwangerschapstesten. Nou, dan hebben wij deze besteld bij, nou, waarschijnlijk Alibaba of zo, want het is allemaal Chinees. Nou ja, goed, toch zij. En dan gaan we proberen of wij kunnen zien of de koeien drachtig zijn of niet. Dan zijn we dan bij Bambi nummer 1. Een koe die pist natuurlijk niet op commando. Dat is, lijkt me duidelijk. Dus wat doe je dan? Dan doe je dus dit. Onder de staart en onder het vazel wrijf je zo. Oh, ik kom wel een hand tekort. Maar er komt al wat urine, zoals je ziet. Het is nog niet zoveel. Eigenlijk heb je natuurlijk twee handen nodig. Lijkt mij voldoende. Het is een beetje grafisch, maar goed. Nou ja, ik zet jullie ergens neer. Nou goed, dan neem je natuurlijk zo'n ding. En er staat van alles op. Het zal vast wat tijd kosten. Kijk, en zo ziet zo'n ding eruit. Nou, dat, iedereen weet, kent die dingen ondertussen wel. Maar in feite is het niet veel anders als zo'n coronatest. Kijk, er zit zelfs een handig pipetje bij. En er gebeurt, ik ga het niet goed laten zien, er gebeurt meteen wat. Wat? Dat is de vraag. Ondertussen sta je meteen het nummer van de koe helemaal op. Koe 128. De controlestrip, het controlestreepje, die doet het. Dus dat is in ieder geval waar. Maar ik zie nog niet wat bij de test. Dat kan natuurlijk twee dingen betekenen. We laten het even en we gaan even door naar de volgende. Hemeltje lief, jullie waren ondersteboven gezakt. Dat is nummer 2, dat is niet dezelfde koe als de andere koe. Andere koe, ook een Bambi.
Nou, zoals jullie overal wel zien, zie je overal wel een controlestreepje. Dus bij de C. En maar geen teststreepje. Dus dat kan meerdere dingen betekenen. Het kan betekenen dat die koeien allemaal gus zijn, dus niet drachtig. Het kan ook betekenen dat de koeien niet voldoende HCG-hormoon in hun urine hebben. En dat laatste, dat vermoed ik, dat werd in feite hetzelfde als bij zwangere vrouwen. Een zwangere vrouw krijgt ook HCG-hormoon en dat komt terecht in de urine en zo werd zo'n zwangerschapstest. Maar, nou, hier dus niet. Dat kan dus betekenen dat die koeien dus te weinig HCG-hormoon in hun urine hebben. En dat verwacht ik, want na verloop van tijd gaat het HCG-hormoon, die spiegel, die daalt ook weer. Kun je hier nou een zaak op maken? Nee. Eigenlijk kun je er maar niks mee. Dit kost een paar dollar, dus er is geen man overboord. Maar de veearts even erbij halen is toch, of als je zelf kunt, dat is toch beter. Het is leuk bedacht, maar werkt niet. Nou ja, dus we hebben ook weer getest. We hebben een videootje, iedereen blij. Ja, dat was hem voor vandaag, dames en heren. Ik zou zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij uiteraard op Facebook en Instagram. En let's make farming great again.